Porsche heeft echt tig varianten van de 911. We klagen niet, want dat betekent wel elke keer weer een excuus om maar even een blokje om te gaan. Vandaag hebben we de 911 Carrera GTS bij ons. En dan vraag je natuurlijk meteen af, wat de piep is dat dan? Nou ja, eigenlijk een beetje tussen de Carrera S en de GT3 in. GT3, echt hardcore sportapparaat voor mensen met veel te veel geld en diepe midlife crisis en daarmee dan ook de behoefte om op het circuit te gaan rijden. En daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg jaloers op. Ten opzichte van de Carrera S, deze auto eigenlijk een vergelijkbare motor, maar met 23 hele pk's meer. Voor een totaal van, jawel, 408 stuks. Eigenlijk is dat nog niet eens het leukste van deze auto. Wat vooral leuk is dat hij er gewoon, ja, qua uitrusting en qua looks is dit wel een 911 die gewoon helemaal goed is. Veel suède in het interieur. Dus ook hier Alcantara stuurtje. Dat voelt gewoon helemaal prima. En het is een achterwielaandrijver, maar toch is de bodyshell, de brede heupen van de Carrera 4 heeft hij meegekregen. Dus achter is hij gewoon een stuk dikker. Ook enorm vette banden op die mooie velgen. Nou, dat betekent ook dat je enorme bakgrip hebt achter. Echt fantastisch. De auto heeft bovendien die mooie centerlock wielen die van de RS Spyder afkomen. Ja, dat ziet er gewoon allemaal wel goed uit. Dat hebben ze bij Porsche best aardig uitgedacht. Die jongens die kunnen ons nog wel wat leren over marketing, denk ik zo. Nou was het de eerste uren achter het stuur, vond ik het wel weer een beetje wennen. Want ik heb het afgelopen jaar best veel 911 gereden. Nee, niet allemaal voor video. Maar bijvoorbeeld ook op de Nürburgring. En dan had ik toch al het gevoel dat we een beetje mijn maatjes waren geworden. Dat ik al een beetje overweg kon met die 911. En reken nu weer mee en dan was ik toch weer een beetje geïntimideerd. En dat komt eigenlijk door de hele setup van die auto. Ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen, maar ja, ik doe het dan toch maar even. Porsche 911 heeft het blok totaal op de verkeerde plek. Achter de achteras, zeg maar, waar normaal de kofferruimte zit. Wat betekent dat je gewoon heel veel gewicht achter hebt. Fantastisch als je voluit wil accelereren, want verplaatst het gewicht ook achter. Maar speert hij er vandoor. Maar voor het bochtenwerk krijg je een soort pendulum effect, zeg maar. Dat je voelt altijd dat er een soort gewicht nog achteraan moet komen. Bovendien is de voorkant ook heel erg licht, wat je ook heel sterk merkt met aanremmen. Dat je snel eventjes een ABS-ingreepje hebt. En dus ja, dat in principe compleet verkeerde setup voor een goed sturende auto. Dit is Porsche, die doen dat al heel lang. En die hebben dus compleet uitgeëngineerd en die hebben dat helemaal in de vingers om die balans gewoon goed te krijgen. Na de algemene historieles 911, waar jullie misschien helemaal niet op zitten te wachten, toch even over deze Carrera GTS. 408 pk uit die 3,8 liter boxermotor, 6 cilinder. Daarmee met PDK-bak en het Sports Chrono Package, dus een stopwatch en launch control, 4,1 seconden naar de 100. Nou, dat is toch wel behoorlijk rap. Topsnelheid 304 km per uur. Nou ja, denk je, allemaal droge cijfers, fantastisch. Nou, er zijn eigenlijk ook wel een aantal andere dingen die fantastisch zijn. Zo heb ik hier een knop en er staan twee uitlaatjes op. En dat doet ook precies wat je wil. Daarmee zet je het sportuitlaat aan, zoals het in de handleiding staat. En ja, daarmee krijg je gewoon een lekkere bak herrie uit die boxer 6-cilinder. En dat klinkt gewoon fantastisch. Ja, zo'n halleluja-verhaal moet ook altijd een beetje zeiken. Nou, hier zitten een soort sportkuipjes in en ik pas er gewoon net niet in. En nou, kan ik natuurlijk ongetwijfeld wel een klein beetje afvallen, maar ja, het is gewoon niet heel erg ruim en dat is op lange afstanden toch niet heel comfortabel. En dat is nog erger, op de zijkant van deze auto zit een soort stickers om te beschermen tegen steenslag en dat ziet op een witte auto ziet dat er gewoon geel uit. Yeah, yek. Maar ik denk dat je die er wel af kan trekken. De prijs voor al dit moois, 146.500 euro. Een kleine 10 mil meer dan de Carrera S, ook met PDK dan. En eigenlijk is die meerprijs, dat moet je gewoon meteen op tafel leggen. Want je hebt extra pk's, ze ziet er gaver uit, een mooiere badge. Nou ja, wat wil je nog meer? Er is alleen één mits of een maar, kies maar. 997, dit type 911, dus is al wel een tijdje op de markt. En de geruchten over een opvolger doen ook de ronde. Dus
misschien komt hij er al heel snel aan.